Worden ze vervolgens weer naar een recyclebedrijf gebracht. We moeten even wachten, want er komt een meneer door het beeld. Komt u maar hoor. Ja, alles verpest meneer, we kunnen helemaal opnieuw beginnen. Nee, maakt niet uit, werkste. Goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Je kijkt weer naar Hoe Duurzaam Maakt U Het? De serie die ik samen maak met Robin. Ja, wij maken ons zorgen om het klimaat en hoewel het hier lekker koel is, geldt het niet voor de aarde die opwarmt. En daarom gaan we langs bij plasticbedrijven om te zien hoe duurzaam zij te werk gaan. En dit keer gaan we naar Dash Plantpak, die plantentrays maken van oude producten, zoals koelkasten. Mag ik er nu weer uit? Nee, koud. Nee. Maar hoe je van een koelkast uiteindelijk een plastic tray maakt waar je planten in kan vervoeren, ik heb geen idee hoe ze het doen. Maar Kiki wel, dus Kiki, hoe maakt u het? Op de milieuinzameling komen de koelkasten binnen. Daar worden ze naar een recyclebedrijf gebracht. Die van deze koelkast er alles uithaalt wat wij niet kunnen gebruiken. Maar zit daar dan veel plastic in zo'n koelkast? Ah, dit is van plastic, dit is van plastic, dit is van plastic, dit is van plastic. Ja, als het recyclebedrijf de bruikbare delen heeft gesorteerd en gestript, worden ze versnipperd. En dan komen ze bij Kiki. En wij krijgen ze in big bags binnen. Ik snap waarom jullie dit big bags noemen. Nou, flinke jongens, ja. Net zoals ik. Nee? Oké. 95 tot 100% van de plastic snippers kan Dash weer gebruiken voor nieuwe producten. Kiki neemt ons mee naar de ruimte where the magic happens. Dit is waar de magie gebeurt, Kiki? Ja, zeker. Hier zijn we aan het draaien. Wacht, ik hoorde helemaal niks. Hier zijn we aan het draaien. Oh, oké. Ja, gelukkig is deze voice-over wel te verstaan. Dit is dus de ruimte waar de gerecyclede korrels worden verwarmd totdat ze weer vloeibaar plastic worden. En van dat vloeibare plastic worden hele grote, maar hele dunne rollen gemaakt. Oké, en uit zo'n rol komt uiteindelijk deze plantentray. Ja. Nou doet u het weer, meneer. Ja. Ja, en zo'n gerecyclede koelkastrol gaat de machine in waar het om een vorm gesmolten wordt. En dat heet thermoforming. En dan heb je je plantentray. Uiteindelijk worden die planten afgeleverd. En dan kunnen deze weer de kliko in, of? We kunnen deze trays ook weer recyclen, zodat het in het vervolg weer een ander stukje kunststof kan worden. Of weer een tray. Dus dat maakt de cirkel uiteindelijk wel weer ja, rond? Ja, net als de rol. Nou, ik ben blij dat ik hier op een stoel mag zitten in plaats van weer in die koelkast. Ja, leek me leuk voor het shot. Maar goed, wij maken deze serie om te kijken wat de rol is van duurzaamheid in de plastic branche. We willen Jan Willem, de CEO van Dash, spreken. Hij is ook bestuurslid van de brancheorganisatie van de rubber- en kunststofindustrie. Dus als iemand onze vragen over duurzaamheid kan beantwoorden, is hij het. Meneer, kunt u ons geen lift geven? We moeten naar Jan Willem. Gevonden, hij zat al klaar voor ons. Jan Willem, de big boss van Dash en de big boss van deze jongen hier. Ja. Hey, Jochie. Leuk. Hey. Kijk, zulke interviews kunnen we wel vaker doen. Ja. Ik gebruik hem wel vaker in marketing. De meeste mensen houden van honden. Ik ook. Jij ook? Hey, top. Maar vind je het ook leuk om in hondenpoep te trappen dan? Dat is minder. Dat is minder. Ja. Nou ja, dan is de oplossing alle honden doodmaken. Nee. Ja. Wij houden van onze hond. Nou, zo gaan we een beetje in de plastic-industrie. Er is een afvalprobleem, zwerfafval, en er is een ontzettende anti-plastic lobby. Ja. Nou ja, die twee moet je even loskoppelen. Ik bedoel, plastic fantastic, alleen je moet er wel goed mee omgaan. Oké, Jan Willem zegt dus dat plastic de hond fantastic is, maar dat plastic afval poep in de natuur voorkomen moet worden. Dus de plastic-branche moet goed opgevoed worden. Nou, de wereld moet goed... Nee, maar dat is wel een goeie. Ja? Dat is wel een goeie. Maar ik denk dat de wereld goed opgevoed moet worden. Okay. Wij ergeren ons allemaal, denk ik, aan zwerfafval. Dat is een hele interessante discussie. Oorzaak-gevolg. Is dat het probleem het materiaal of degene die... Dus ja, ik denk dat we daar allemaal een rol hebben te spelen. Wij als industrie proberen onze producten te verbeteren. Hè? Dus beter detecteerbaar te maken, zodat ze in de afvalverwerking weer... Nou ja, eruit gehaald kunnen worden en gerecycled. Okay. En daar maken we weer gave producten van. En die zijn vervolgens weer te recyclen. Oké, even over dat recyclen hoor. Want stel je staat te douchen en je hebt een shampoofles in je hand die van 100% gerecycled materiaal is. En als die leeg is, kan die ook weer 100% gerecycled worden. Is dat dan erg? Nee, natuurlijk niet. Als het alternatief een product is wat maar één keer gebruikt wordt en vervolgens verdwijnt, dan is circulair, dus hergebruik, volgens mij veel beter. Alleen we moeten met z'n allen, hè, dus de industrie, de consument, iedereen zorgen dat we die afval gewoon beter verwerken. Want het is echt fantastisch materiaal, okay, waar we gewoon niet zonder kunnen.
plastic is een fantastisch materiaal waar we niet zonder kunnen. Ja, in mijn hoofd klinkt dat ook nog een beetje gek. Ja. Hoezo kunnen we er niet zonder dan? Nou ja, ik denk als morgen alle plastic ineens zou verdwijnen, dat het er niet meer zou zijn, nou, dan zou de wereld er heel anders uitzien. Hè? Ik bedoel, automobielindustrie, kleding, enzovoort, enzovoort. Alleen, waar we gewoon anders moeten denken ten opzichte van 20, 30 jaar geleden. Toen maakten we een product en dachten we niet na wat ermee zou gebeuren aan het einde levenscyclus. Nou, daar zijn we nu continu mee bezig en dat is heel goed. Jan-Willem vertelt dat zij supergoed bezig zijn met duurzaamheid, maar dat er soms onterecht slecht naar de hele branche gekeken wordt. Maar nog niet iedereen maakt gebruik van gerecycled plastic, toch? Nou, op dit moment de grootste uitdaging is gebrek aan gerecycled materiaal. Dat is bizar. Er is te weinig. Okay. Dus we moeten met z'n allen zorgen dat er meer gerecycled wordt. Ja. Nou, ik geloof heilig, doordat de prijs van plastic is gestegen, is er een toegevoegde waarde opportunity voor de afvalverwerkers, voor de recyclaars, om meer te recyclen. Ja. En ik denk dat dat voor de maatschappij goed is. Hè? Wij willen geen nieuw plastic inzetten. Dat doen we ook vrijwel niet. Ja. Wij willen gerecycled materiaal, maar dan moet het er wel zijn. Want het is een beetje bizar, de hele wereld roept op meer recycling en wij zitten te schreeuwen om kilo's die we niet altijd genoeg kunnen krijgen. Oké, dat is wel grappig. Ja. Nou, zo grappig is dat niet, Bart? Nee, nee. Nee, dat is helemaal niet grappig. Het is niet grappig. Het is opmerkelijk. Het is opmerkelijk. Ja, nou, het is uitdagend. Nee, dus als jij thuis nog een oude koelkast hebt, breng ze hier even langs bij Dash. Die kunnen we wel gebruiken. Exact, ja. Exact. En laat dat bier er dan maar in zitten, want dan drinken we dat. Kijk. Dat is makkelijk. Okay, ik ben benieuwd wat jij vindt van Jan-Willem's kijk op dit onderwerp. Laat het even weten in de comments. Ja, en voor nu ben ik vooral heel benieuwd of jij ook in de koelkast past. Dat stond niet in mijn script. Doe nou even mee, man. Nee. Doei. Later, man. Oké, volgende keer maak ik het script. Zorg ervoor dat je kijkt, want we gaan nog bij veel meer plastic bedrijven langs om te kijken of plastic duurzaam gemaakt kan worden. Doei.